Dag 2. De middagsessie hebben we een hele mooie partij. Sebastian Korda tegen Alex de Minauer. Even top 10 gestaan, staat nu nummer 11 van de wereld. Fantastische speler. Ik denk wel een van de snelste, zo niet de snelste speler on tour. Dus altijd spectaculaire rallies met hem. Hij haalt zoveel ballen. En hij speelt tegen Korda, die al een tijdje struggelt met een polsblessure. Maar gaat nu eindelijk een beetje beter. Ja, ook een goede speler, speelt snel. Zal hem nou weer veel laten rennen. Dus ik denk dat we heel veel mooie rallies gaan zien. De avondwedstrijd om 19:30. André Rublev, de tweede geplaatste. Voormalig winnaar van het toernooi, speelt tegen Zizou Bers uit de kwalificatie. Hele getalenteerde Belg. Echt een mooie, goede aanvallende speler. Maar Rublev staat zo hard van de baseline. Vindt het ook lekker om hier te spelen. Heeft natuurlijk gewonnen. Dus ik verwacht dat we wel mooi tennis gaan zien. Ja, het interessante aan André Rublev is dat ik ken bijna niemand die zo hard slaat als hij. Leren. En hij blijft maar gaan. En ook als het spannend is, zal hij nooit inhouden. Dat is natuurlijk belangrijk dat je niet te bang speelt. En dat is iets wat Rublev in ieder geval zeker niet verweten kan worden.